Hey, en leuk dat jij kijkt naar weer een gloednieuwe video van mij hier op KevRides. En dit is hem dan, dames en heren. Eindelijk is hij er dan. De top 10 Disneyland Parijs attracties. Ik weet dat jullie hebben er al een tijdje op moeten wachten. Disneyland Parijs attracties top 10. Jullie hebben op dit kanaal al kunnen zien de top 10 van de Efteling, van Walibi, van Fantasialand. Een top 10 achtbanen van Nederland, maar een top 10 attracties van Disneyland Parijs nog niet. En voordat ik met de top 10 ga beginnen, wil ik natuurlijk zeggen dat dit een persoonlijke mening is. Dat betekent dat al deze attracties via mijn mening op deze plaats staan. Deze versie is gebaseerd op het jaar 2019, komt pas in 2020 online. Nu is het wel zo dat Disneyland Parijs al een tijd lang geen nieuwe attracties meer heeft gebouwd. En volgend jaar gaat natuurlijk hopelijk, als het allemaal nog doorgaat vanwege de vertragingen met het bouwen vanwege het coronavirus, gaat in 2021 Adventures Campus open, 2023 Frozen Land en in 2025 Star Wars Land. Maar we gaan beginnen met de nummer 10. En op nummer 10 staat, ja, de nieuwste attractie van Disneyland Parijs, namelijk Ratatouille The Adventure. Officieel heeft deze attractie een langere naam. Het heet officieel Ratatouille L'Aventure Totalement Touquet de Rémy. Ja, dat zal wel. Over deze attractie hebben ze 4 jaar lang gebouwd, van 2010 tot en met 2014. En in 2014 is dus ook de laatste nieuwe attractie open gegaan, namelijk Ratatouille The Adventure. Oftewel, 6 jaar lang al geen nieuwe attractie in Disneyland Parijs. Deze attractie ging dus open op 10 juli 2014 en heeft in totaal 200 miljoen euro gekost. Dat mag wat kosten, mensen. Een trackless dark ride van maar liefst 4,5 minuut. Plaats nummer 10 zou je denken, zet je hem zo laag? Ja, mensen, er moeten keuzes gemaakt worden. Ratatouille The Adventure vind ik persoonlijk een hele leuke attractie. Ik vind hem veel leuker dan Symbolica. Die vraag krijg ik natuurlijk best wel vaak van wat vind je leuker, Ratatouille of Symbolica? Ik ben team Ratatouille The Adventure. Sorry voor de Efteling fans. Ja, het is gewoon een fantastische attractie, mensen. Elke keer weer als ik erin stap vind ik het gewoon leuk om die attractie te doen. Het is natuurlijk een attractie met 3D. Dus eigenlijk is het een soort Symbolica, maar dan met 3D. En je staat voor schermen en je voelt dingen en je ruikt dingen. En het is echt een beleving. Je moet het sowieso ook hebben gedaan als je in Disneyland Parijs bent geweest. Ratatouille The Adventure mag je gewoon niet overslaan. En het handige aan deze attractie is echt dat ze een single rider hebben. Als je een single rider hebt, dan kan je gewoon de hele wachtrij overslaan. En dat scheelt zoveel wachttijd. En in principe is het niet echt een attractie dat je per se naast elkaar hoeft te zitten. Want het is toch een 3D film. We gaan snel door naar plaats nummer 9. En op plaats nummer 9 heb ik gezet, dames en heren, de dark ride Phantom Manor. Phantom Manor is van de bouwer Vekoma en van Eagle Enterprises. De attractie is geopend op 12 april 1992, tegelijkertijd met de opening van het park. Er zit een topsnelheid in deze baan van 4,8 km per uur, heeft een baanlengte van 240 meter en een ritduur is ongeveer 6,5 minuut. Er zitten 130 voertuigen op de baan. Wat vind ik zo leuk aan Phantom Manor? Phantom Manor is een prachtig mooie attractie. Je hebt meerdere dark rides in het pretpark en Phantom Manor is echt een prachtige attractie. Het is een totale beleving. Zodra je het huis naar binnen stapt, je hebt de stretch room. Je hebt, nou ja, natuurlijk de rit. De rit is natuurlijk vergelijkbaar met het ritsysteem van de Carnival Festival. Alleen in dit geval heb je het dan in een horror thema in het, ja, hè, Phantom Manor. Phantom Manor is in 2019 vernieuwd, geopend met een eigenlijk nieuwe storyline. Voor die tijd hadden ze dus een andere storyline. Dat is dus iets veranderd. Moet je zeggen dat ik het eerst wel beter vond. Er is nu dus een kleine update. Ja, wil je het verschil daar nou van merken? Dan moet je gewoon even op mijn YouTube kanaal kijken. Kun je het verschil zien. Ik heb hier en daar wat onrides op staan. Het is echt een leuke attractie om te doen. We gaan gauw door naar plaats nummer 8. Beat. Plaats nummer 8 staat voor mij de allermooiste dark ride van Disneyland Parijs. En dat is natuurlijk Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean is een dark water ride, zoals we dat noemen. En in 5 verschillende Disneyland parken staat deze attractie. Namelijk in Disneyland, Magic Kingdom, Tokyo, Disneyland Parijs en in Shanghai. En overal zijn ze wel iets verschillend. In Parijs is deze attractie ook open gegaan op 12 april 1992. Ook tegelijkertijd met de opening van het park. En heeft een ritduur van 10,5 minuut. En er kunnen 50 boten tegelijkertijd op de baan met 23 personen per boot. Zoals ik net al zei, ik vind dit dus persoonlijk de allermooiste dark ride van Disneyland Parijs. Sowieso in elk pretpark van Disneyland staat wel dus, hè, op Hongkong na een Pirates of the Caribbean. Het zijn machtig mooie attracties.
Hele mooie animatronics in de attractie. Een water dark ride vind ik sowieso altijd heel mooi. Ik bedoel, kijk naar Valhalla. Dat is mijn favoriete dark ride in Blackpool Pleasure Beach. Ja, ik vind het gewoon prachtige, prachtige, prachtige attracties. Elke keer weer als ik in Disney ben, ik moet gewoon weer een ritje hebben gemaakt in Pirates of the Caribbean. Ook een attractie die je absoluut niet mag overslaan. Gewoon om te vergelijken hoe mooi animatronics kunnen zijn in combinatie met gewoon een hele ritbeleving. Fantastisch. Wij gaan door naar plaats nummer 7. 7. Plaats nummer 7 staat, dames en heren, Star Tours. Star Tours is een attractie die ook in 4 verschillende Disneyparken staat, namelijk in het Disneyland Park, in Tokio, in Disney's Hollywood Studios en in Disneyland Parijs. Dit is een simulator en de bouwer is van Intamin. Ook deze attractie ging open tegelijkertijd 12 april 1992 en deze attractie is gesloten weer in 2016 voor een renovatie en is weer terug open gegaan in 2017 met de nieuwe naam Star Tours The Adventures Continue. Een rit duurt 4,5 minuut en er zijn in totaal 6 simulatoren. Ze worden niet altijd allemaal gebruikt, dat ligt natuurlijk aan de drukte. Ja mensen, waarom ik deze attractie zo goed vind is omdat deze attractie is in 2017 vernieuwd. Eerst hadden ze altijd één en dezelfde film. Nou, dan zit je dus altijd naar één en dezelfde simulator film te kijken en na een tijdje ken hem wel. Sowieso ben ik altijd wel een heel groot fan van simulatoren. Niet iedereen is altijd groot fan van, ik ben dan weer een uitzondering die het altijd wel fantastisch vindt, zo'n simulator. En sinds 2017 hebben ze dus allemaal verschillende ritprogramma's kun je krijgen. Je kan heel veel verschillende beelden kun je krijgen en dus een andere rit. Dus elke keer als je weer in attractie stapt, heb je weer een andere rit. En dat vind ik gewoon fantastisch. Je moet wel van Star Wars houden. Je moet ook, ja, ermee dealen dat 9 van 10 keer de shows in het Frans zijn, maar het gaat om het hele idee met het 3D-effect en de simulator. Ja, het is een fantastische attractie, ook weer iets wat je absoluut gewoon niet mag missen. Dat ook in Movie Park staat natuurlijk een hele goede. Time Travelers is ook een attractie die ik het liefst niet oversla, dat ik gewoon, ik vind het gewoon leuk. 6. Op plaats nummer 6, mensen, staat de Indiana Jones. Indiana Jones, mensen, is een achtbaan. Deze achtbaan is alleen gebouwd in Disneyland Parijs. Dit is een stalen achtbaan gebouwd door Intamin en is geopend op 30 juli 1993. De topsnelheid van deze baan is 47 km per uur met een baanlengte van 600 meter en een baanhoogte van 15 meter. Ook deze attractie bevat 1 inversie en een rit duurt ongeveer 1,5 minuut. Heel veel informatie in één keer, mensen. Dit is natuurlijk een fantastische achtbaan. Het is een hele korte attractie. 1 inversie. Wat er ook al bij staat, de attractie gaat niet snel. Maar alles bij elkaar, mensen. Als je op de remmen staat van de attractie, denk je toch echt wel eventjes, wow, dit was best wel een intens ritje. Vooral de inversie in deze attractie word je echt doorheen getrokken. Dat is niet normaal. Er zit echt een enorme kracht in deze achtbaan en dat moet je ook echt gewoon ervaren. Je kan er pas over meepraten als je hem dus hebt gedaan. En dan merk je dus wat voor kracht deze attractie hebt, waardoor je echt gewoon overal doorheen gesleurd wordt door die baan. Gewoon het geluid gewoon van heel de achtbaan al vind ik gewoon fantastisch. En ik vind het ook echt een lekker baantje om te kunnen kwanten 's avonds. Nou hoor ik heel veel mensen zeggen, deze attractie is best wel onsoepel. Ja, het is een ruw baantje, maar jullie kennen mij een beetje ondertussen wel. Ik hou van ruwe baantjes en dit is zo'n ruw baantje dat ik echt denk van ja, lekker om te doen. 5. Op plaats nummer 5, mensen, heb ik gezet de achtbaan Big Thunder Mountain. En de Big Thunder Mountain, mensen, dat ook in 4 verschillende parken, namelijk in Disneyland, Magic Kingdom, Tokio en Disneyland Parijs. Dit is een stalen mijntreinachtbaan en is door 3 verschillende bouwers gemaakt, namelijk door Dynamic Attractions, Aerodynamics en Vekoma. Deze attractie is geopend tegelijkertijd met de opening van het park op 12 april 1992. De topsnelheid van deze attractie is 65 km per uur. Heeft een baanlengte van 1500 meter en duurt ongeveer 4 minuutjes. Ja mensen, voor de mensen die mij al wat langer kennen en ik even rijd kijken, die weten dat ik een best wel groot fan ben van mijn treinachtbanen. Ook door deze banen word je lekker doorheen gesleurd. En Big Thunder Mountain is ook echt wel, vooral op het einde, echt een attractie waar je gewoon door de baan heen geknald wordt. Ja, ik hou ervan mensen. Dit is ook denk ik wel één van de mooist gethematiseerde attracties van het hele park. De achtbaan is gebouwd op een eiland. En om dus op dat eiland te komen ga je eerst onder het water door om op het eiland te komen. Ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch mensen. Dit is echt een top attractie. 4.
En nu wordt het spannend, mensen. Plaats nummer 4. Op plaats nummer 4 heb ik gezet de Hyperspace Mountain. Ook deze attractie, mensen, staat in vele parken. Namelijk in het Disneyland Park, in de Magic Kingdom, Tokyo Disneyland, Disneyland Parijs en in Hongkong. De attractie is gebouwd door Vekoma en de attractie is opengegaan op 1 juni 1995. De topsnelheid van deze attractie is 75,6 km per uur. Heeft een baanlengte van precies 1 kilometer. De baanhoogte is 43 meter en heeft een ritduur van 2 minuten en 18 seconden. Deze achtbaan, mensen, zijn wij best wel uniek mee in Parijs. Parijs heeft een achtbaan ervan gemaakt. Terwijl het in, volgens mij, weet ik niet zeker allemaal, in andere Disneyparken is het een andere soort achtbaan dan die wij dus kennen in Parijs. Nou, ik hou gewoon heel erg van Vekoma-baantjes, zoals jullie weten. En natuurlijk al helemaal als er een launch in zit. Space Mountain heeft een speciaal plekje in mijn hart. Want Space Mountain heb ik natuurlijk al in 3 verschillende generaties meegemaakt. Namelijk Space Mountain, Space Mountain Mission 2 en nu de Hyperspace Mountain. Wat ik nog altijd heel erg jammer vind, dat ze het niet gewoon Space Mountain Mission 2 hebben gelaten. Want dat was echt top. Combinatie met een achtbaan in het donker. Een launch in de attractie, een veel lekker Vekoma-baantje met muziek on board. Alles klopt gewoon aan de attractie. Je gaat lekker snel door die baan heen. Space Mountain, mensen, heerlijke achtbaan. Die hopelijk nog flink wat jaren mee kan natuurlijk in Disneyland Parijs. En hopelijk gaan ze hem ooit weer terugbrengen naar de Mission 2. Laten we het hopen. En ook dit is echt een lekker baantje om te doen. Elke keer weer als je in Disneyland Parijs bent. 3. En dan komen we aan bij de top 3 Disneyland Parijs attractie. En op plaats nummer 3 heb ik gezet de Tower of Terror. De Tower of Terror is ook weer een attractie wat in 3 verschillende parken staat. Namelijk in de Disney's Hollywood Studios, het Walt Disney Studios Park in Parijs en in Disney California's Adventure in Anaheim. Deze attractie is geopend op 22 december 2007. Heeft een topsnelheid van 55 km per uur en een hoogte van 61 meter. De ritduur kan verschillen van 2 à 3 minuten. Er gaan 21 personen in een lift. En ook wel leuk om te weten is dat er zijn dus 6 liften. Je zou denken het zijn 3 liften. Het zijn officieel ook 3 liften. Maar je kan op 6 verschillende plekken kan je instappen in een lift. Hoe dit helemaal precies in elkaar zit, zou ik ook niet weten. Het blijft één groot mysterie. Hou ik ook liever zo. Waarom staat de Tower of Terror in mijn top 3? Nou, ik ga heel eerlijk met je zijn. Voor de verandering in 2019 stond deze attractie echt een heel stuk lager. De originele Tower of Terror was op een gegeven moment een beetje saai aan het worden. Het was één en dezelfde ritprogramma. En op een gegeven moment had je dat gewoon wel gehad. Je wist precies wanneer je ging vallen. Je wist precies wanneer wat kwam. Het is een hele mooie attractie. Maar er kon zoveel meer uitgehaald worden. En dat hebben ze gedaan in 2019. En dat is de reden waarom die bij mij echt in de top 3 is beland. Een prachtig, prachtig, prachtig mooie attractie. Tower of Terror. Prachtige theming. 3 verschillende ritbelevingen. Je hebt de linker, de midden en de rechterlift met alle 3 een ander programma. En in alle 3 de programma's hebben ze dus nu sinds 2019 random falls. Wat houdt dat in random falls? Dat je dus random ergens valt zonder dat je het precies weet. Dus je kan naar boven gaan, je kan naar beneden gaan, je kan alles. Ik hou ervan. Ik vind het een fantastisch mooie attractie. Dit is een attractie die moet je gedaan hebben tijdens je bezoek aan Disneyland Parijs. 2. Ja, nou hoor ik jullie denken, misschien weet ik het al. Plaats nummer 1, plaats nummer 2. Wat staat er op plaats nummer 2? Op plaats nummer 2 heb ik gezet, en hoop gaan dit niet verwachten, Crush Coaster. Crush Coaster staat bij mij op plaats nummer 2. Dit is een achtbaan die enkel alleen in Disneyland Parijs staat, in het Walt Disney Studios Park. Het is een overdekte spinning coaster van Maurice Sonne. Deze attractie is geopend op 9 juni 2007, heeft een topsnelheid van 60 km per uur, een baanlengte van 553 meter en een baanhoogte van 15,5 meter. De attractie bevat geen inversies en heeft een ritduur van ongeveer 2 minuutjes. Ja, ik weet het, mensen, ik moet het even uit gaan leggen. Crush Coaster is natuurlijk mijn favoriete achtbaan van de Disneyland Parijs parken. Ja, het is een spinning coaster. De plaats nummer 1 krijgen jullie straks te horen. Wat vind ik zo geweldig aan Crush Coaster? Dan krijg ik best wel vaak de vraag. Wat vind je nou zo fantastisch aan Crush Coaster? Nou, Crush Coaster, mensen, is natuurlijk echt een attractie dat ik denk, wauw. Ik weet nog de eerste keer dat ik erin stapte. Dat was volgens mij ook een van de eerste spinning coasters die ik deed. Ik schrok me helemaal rot. De eerste afdaling, die verwacht je niet. Indoor heb je een klein beetje dark ride-achtig idee. En vervolgens ga je de lift heel op en dan knal je door die baan heen. En
enige wat ik jammer vind is dat er mag wel iets meer thematisering mag er komen tijdens de rit. Maar de ritbeleving zelf, de spinning coaster, vind ik fantastisch. En ik sta er ook gewoon ja, makkelijk 3 kwartier van 1 uur voor te wachten. Dat ik het ook gewoon nog waard vind. Dus ja, dat blijf ik zo fantastisch vinden aan de attractie. Vaak is het ook een attractie die ik 's ochtends als eerste doe. Dan rennen we er naartoe. En dan is dat de eerste attractie die we alvast gedaan kunnen hebben. Want deze attractie heeft een capaciteit van echt 0,0. En er staat ook gewoon normaal gesproken een wachtrij voor van makkelijk 90 minuten. Een topattractie dus. En dan komen we natuurlijk bij de plaats nummer 1. En op plaats nummer 1 staat... of course, de Rock'n'Roller Coaster. De Rock'n'Roller Coaster, mensen, staat in 2 verschillende parken. Het staat in het Disney's Hollywood Studios Park in Disney World. En het stond in Walt Disney Studios Park van Parijs. Dit is natuurlijk een gelanceerde achtbaan met een LSM launch van Vekoma. De attractie ging open op 16 maart 2002. Had een topsnelheid van 92 km per uur. Een baanlengte van 1037 meter. Een baanhoogte van 24 meter. En de maximale G-kracht in deze baan was 5G. 3 inversies, een ritduur van 1 minuut 22 seconden. Er konden 5 treinen op de baan, al waren er altijd maar 4 in gebruik. En het had ook een capaciteit van 1800 personen per uur. Nu mijn uitleg waarom deze attractie op de nummer 1 staat. En eigenlijk wel geheel terecht. By far mijn nummer 1 attractie van Disneyland Parijs. Deze attractie zal ik nooit vergeten. Dit is een attractie waar ik in ben geweest toen ik nog... een klein jongetje was. En de impact die deze attractie toen op mij had, die zal ik nooit meer vergeten. Er zijn dingen die je niet snel vergeet en Rock'n'Roller Coaster was daar één van. Gewoon het binnenkomen na de voorshow en dan de kant tegen die launch aanstaan. De attractie, er wordt afgeteld 3, 2, 1, go! En daar gaat hij. En dat, mensen, ga ik nooit meer vergeten. En ik heb er altijd enorm van genoten van deze achtbaan. En sinds dat de sluiting werd aangekondigd, dacht ik echt van... oh nee. En het was echt het meest pijnlijke wat Disneyland Parijs ooit heeft kunnen doen. En dat vind ik nog steeds. En dat zal ik altijd zo blijven vinden. De afgelopen 1,5 jaar dat het toen nog open was, heb ik er dus ook extreem veel van genoten. Het laatste ritje heb ik toen nog gehad. Dit was mijn allerlaatste ritje in de Rock'n'Roller Coaster. Jullie kunnen het hier ook zien. Laatste reactie in de Rock'n'Roller Coaster. En oh, wat heb ik genoten van deze dag. Dat ik er nog van kon genieten. Samen met Gino en met Quincy. Was ik erbij. Bij de sluiting van de Rock'n'Roller Coaster. Het is natuurlijk een vergelijkbare achtbaan. Als met de Express die in Walibi Holland staat. Daarom is het natuurlijk ook mijn favoriete achtbaan van Nederland. De lichteffecten. De launch. Fantastische launch heeft deze achtbaan. 5 verschillende lichtshows had deze attractie. En ja, gewoon dat gevoel vergeet je nooit meer. Deze attractie wordt nu natuurlijk omgebouwd naar Iron Man The Ride en zou volgens planning in 2021 weer open moeten gaan. Maar ik moet het allemaal nog maar zien. We gaan het zien. Dit was mijn top 10 Disneyland Parijs attracties. Ik hoop dat jullie het een beetje ermee eens waren. Zo niet, laat dan jouw top 10 attracties achter in de reacties. En ja, laat vooral een leuke mening achter waar je het wel mee eens bent, waar je het niet mee eens bent. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe de groetjes aan je moeder, doe een duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal, zet het belletje aan. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. En de volgende top 10 video zal geen top 10 video worden. Maar wat voor top zoveel video het zal worden, dat zien jullie vanzelf. Het is in elk geval iets waar jullie al lang op zitten te wachten. En dan zeg ik, doei!